Dat komt ervan. Nooit op je kleinste versnelling beginnen. Eens je snelheid verliest, kan je niet meer bijschakelen. En je ziet wat ervan komt. In het rood gaan, dat kan geen kwaad, hè. Zelfs recupereren we wel bergaf. We staan hier op een Vlaamse kasseihelling. Heel belangrijk is dat je op de fiets blijft zitten. De kracht moet vanuit de onderrug komen. En zeker niet en danseuse, want als je en danseuse gaat, dan ga je je achterwiel slippen. En nu rijden we naar beneden. Zo moet je het doen. Remmen voor de bocht, dan insturen en gewoon meegaan met de bocht. En dan kom je er goed door. Geen probleem. Ho, nog één ding vergeten te zeggen. Aan de zijkant liggen meestal de kasseien slechter. Dus blijf in het midden en dan kan er niks gebeuren. Yo! Wijze raad voor de fiets van Aad.